Dag allemaal, hier een filmpje over de eed van Hippocrates uit het Corpus Hippocraticum natuurlijk. De oorspronkelijke eed zoals afgelegd werd door aspirantartsen op het eiland Kos in het Asclepiaion, de tempel van Asclepios. het begint natuurlijk als volgt. Omnumi, ik zweer. Dat is een mi-werkwoord, dus het is gewoon een ik-vorm. Ik zweer. Nou, bij wie je dan zweert, staat gewoon in de accusativus. Ik zweer bij Apollo de Iatros. Een Iatros of een Iatros in het Ionisch is een dokter, de arts. Apollo de arts. Hè, dus dat wil zeggen Apollo als in zijn hoedanigheid van beschermer van de artsen. En Asclepios, weet je, gewoon de god van de geneeskunst, de zoon van Apollo. En Hygieia, oftewel Hygieia, van denk aan het Nederlands woord hygiënisch. Dat is godin van de gezondheid. Dus laten we zeggen de gezondheid, of gewoon Hygieia. En Panakeia. Dat is de godin van de medicijnen eigenlijk. Dat is een dochter van Asclepios, Panakeia. En bij Theus Pantastekai Pasas. Bij alle goden. En Pasas betekent natuurlijk ook alle, alleen dat is dan vrouwelijk. Dus en hier Theos, je hebt natuurlijk Hotheos, de god, en Hetheos is de godin. Dus hij zit expres mannelijk en vrouwelijk bij. En dat is een soort van formule als het ware. Dat vind je in heel veel teksten. Vind je dat zo terug. Theus Pantastekai Pasas. Gewoon alle goden en godinnen. En bij alle goden en godinnen. Historas Poiaimenos. Poiaimenos is in het Attisch gewoon Poiumenos. Is een participium presens. Medium. Makend. En dan Historas is een getuigen zijn dat. Dus getuigen makend. Oftewel hen tot getuigen maken, terwijl ik hen voor mezelf tot getuigen maak. Voor mezelf, omdat het medium is, kan ik ook vertalen met hen tot getuigen aanroepend. Terwijl ik hen tot getuigen aanroep. Dus wat, oké, daarbij zweert hij dus. Maar wat zweert hij nou? Dat komt er allemaal inventivus futurum. Daar, enzovoort. Om te zullen doen. Nou, wij laten dat zullen vaak weg. Ik zweer om te doen. Ik zweer om te zullen doen. Nou ja, laten we even letterlijk vertalen. Om epitheleia. Epithelea poiesen. Epithelea is niet altijd epithele, het meervoud van epitheles, maar dan niet onzijdig. En betekent voltooid of zo. Is de uitdrukking epithelea poiesen, betekent ten uitvoer brengen. Uitvoeren. Dus om ten uitvoer te zullen brengen, dat zweer ik dus. Hè. Kata dunimen kai krisenemen. Kata hier figuurlijk gebruikt in de betekenis in overeenstemming met of volgens. Dunamis is kracht. Kai en crisis is oordeel. Amen hoort daarbij, bij allebei, mijn. Dus volgens mijn kracht en oordeel, naar mijn beste oordeel en vermogen, zou je ook kunnen zeggen. Het beste nemen we er dus even extra bij. Om ten uitvoer te brengen, wat dan? Horkontonde. Allebei accusatives als leidend voorwerp. Deze eet, horkos. Eet, tonde, deze accusatives van hodde. Oh, kai en syngrafentende, en dit, is tende, maar dan vrouwelijk, hè, dus hadden stonden, deze of dit, syngrafes, contract van het werkwoord grafo, denk schrijven. Denk aan epigrafie of kalligrafie, alles wat met grafie heeft iets met schrijven te maken. Dus dit schrijven, dit contract, deze eet als het ware. Wat zweer ik nog meer? Ik zweer ook om te hergezestaimen ton didaxantame ten technen tauten, isa genetais en emois. Om te zullen beschouwen als, hergeomai betekent leiden of voeren of zo, maar ook menen, vinden, beschouwen als. Hier invitus futurum, het herken je aan de sigma. Om te zullen beschouwen, wie zullen beschouwen? Nou, ton didaxantame ten technen tauten. Didaxanta is een participium van didasco, betekent onderwijzen. Aoristus is didaxaas, onderwezen hebbend, zelfstandig gebruikt, hodidaxaas, in actie, ton didaxanta, degene die onderwezen heeft. En die mij onderwezen heeft, mee, en waarin heeft hij me onderwezen, wat heeft hij me geleerd, ten technen tauten. Deze techniek, deze kunde, deze leer, hè, de geneeskunst, deze kunde, laat ik maar zo vertellen. Degene die mij deze kunde geleerd heeft. Ik zweer om degene die mij deze kunde geleerd heeft, te beschouwen, Isa,
gelijk aan, of om die te achten, gelijk aan de genetijzen emois. Genetijzen is natuurlijk het meervoudatief van genetijs in Dionys. Dat is dat het zijn genetijs. En dat betekent voorvader of vader. Dus te achten gelijk aan de voorvaderen van mij, aan mijn voorvaderen of aan mijn vaderen. En ik zweer ook om bio te koinosestai, om het leven, hè, bios, is de genitivus daarvan, want het werkwoord koino omai gaat dat met genitivus, het hoort daar gewoon bij. Koino is de stam, koino wordt verlengd omdat de sigma erachter komt. En dat betekent dat het hier futurum is, want deze sigma wijst op futurum. Laten delen in. En om te laten delen in, om te zullen laten delen in, want het is natuurlijk futurum, in het leven, in mijn leven. Hè, dus het leven samen te delen, als het ware. Dus het gaat nogal ver, deze eet. Hè? Goed, en wat nog meer. Ik zweer ook om greon greizonti metadosin poiesestai. Om metadosin poiesestai. Een metadose te maken, of zo, betekent eigenlijk gewoon te steunen of te laten deelnemen aan iets, als er nog een dativus bij staat. De dativus geeft aan wie je steunt of wie je laat deelnemen aan iets. En waar je laat deelnemen aan is juist de genitivus. De genitivus staat hier niet bij, dus laten we het gewoon even vertalen met steunen. En om te zullen steunen, wie? Nou, de greon greizonti. Greon greizo is gebrek lijden. Hier zelfstandig gebruikt de gebrek leidende. Of eigenlijk staat er geen lidwoord bij, dus een gebrek leidende. Iemand die gebrek leidt. En om iemand die gebrek leidt te steunen. Dus te zullen steunen. En ik zweer ook om genos te ex auto adelphois ison epicrinein aressi. Ik zweer ook om het genos, het geslacht, het nageslacht. Welk nageslacht? Nou, to ex auto. Dat uit hem. Ja, dus dat uit die leermeester van mij. En zijn nageslacht. Zo zouden wij het gewoon zeggen. Om zijn kinderen. De epicrinein. Epicrino is hoogachten. Je kunt het niet zien hier. Maar hier is het wel degelijk ook een futurum. Het werkwoord epicrino eindigt op een nu. Althans, de stam eindigt op een nu. En als je dat hebt, dus is de stam eindigt op een mu, labda nu of ro, hè, de letters uit het woord molenaar, mlenar, dan krijg je geen gewoon sigmatisch futurum zoals we hier steeds zagen. Maar net als bij de auristus, dat je een pseudosigmatisch auristus krijgt, krijg je hier ook een ander soort futurum, dat heet het futurum atticum. Maar daar leren we in de les nog wel meer over. Dat betekent dat je gewoon de stam neemt, die verlengt. Nou, dat kan je niet zien, omdat de jota blijft... een jota, ook al is die dan lang. En dan krijg je de uitgangen zoals je bijvoorbeeld bij poieo ook hebt. En dat is in dit geval gewoon poiein. Dus infinitief is ein. Maar het is futurum, omdat de rest ook futurum is. Dat moet het ook futurum zijn. Goed, om het nageslacht van hem te epicrinen, te achten of hoog te achten. Ison, dat was hier net zoiets gezegd, gelijk aan de adelphois, de broers. Beetje extra overbodige informatie. Aressi, dativus van arren. Dativus meervoud betekent mannelijk. Dus de mannelijke. Om het nageslacht van hem gelijk te achten aan de broers, mijn mannelijke. Dus adelphois is eventjes, voor de duidelijkheid, heeft ook adelphae. En dat is inderdaad dativus meervoud adelphais, dat weet ik wel. Dus ik zou het wel kunnen zien aan het vormpje. Dat betekent overigens zus, adelphae. Maar hij benadrukt dus eventjes dat de mannelijke broers van hem zijn. Die hebben natuurlijk een heel andere sociale status bij de Grieken dan de vrouwen. Hij vindt het nodig om dat te benadrukken. Dat doet hij met een hyperbaton. Dat wil zeggen een overstapje. Je zet hem niet direct naast het woord waar het bij hoort, maar ietsjes later. Dit uit elkaar plaatsing van die woorden die bij elkaar horen, dat is een hyperbaton. Dat doet hij om dit woord te benadrukken. Overigens heb ik hier nog staan polysyndeton. En dat is een opsomming in heel veel, met heel veel verbindingswoordjes. Kai, 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 kai. Hier is wat hij allemaal wel niet doet. Dat is een polysyndeton. Goed. En ik zweer dus ook nog om ze te didact zijn.
om ze te zullen onderwijzen, ten, techen en touten, deze kunde, die zagen we al eerder. En, dat is een afkorting van ei an, als ei ze greizozi, ze verlangen van greizo, dat zagen we hier ook al. Dit betekent een gebrek lijden met greon. Maar zonder greon is het niet lijden, is het gewoon verlangen naar of missen of zo. In dit geval verlangen. Niet oezi, zoals normaal gesproken in de derde persoon meervoud, maar ozi. Het is een cognitivus. En dan samen met an betekent het dat het een futuralis is. Als ze, of eventueel een generalis trouwens, kan ook. Als ze maar, of als ze zullen, verlangen om te mantanijn. Gewoon een infinitivus om te leren. Gewoon geen zullen, dat is gewoon present. Ana mistu kaisungrafes. Ana, zonder, met genitiefs erbij, zonder beloning en een contract, in dit geval een schuldcontract gaat het over. En, wat nog meer, om zijn metatosin, toje sestai, dat hadden we hier ook al. Hier was het steunen, want er stond geen genitiefs bij, hier zat wel een genitiefs bij, dus is het laten deelnemen aan. En om te laten deelnemen aan parangelies, dat is de instructie. En de okroesios, dat is de lezing. En kaites loipes apases matesios. En de overige gehele onderwijs, of het gehele overige onderwijs, te laten deelnemen. Nou, wie dan? Staat in de dativus. Mijn zonen. En de, nou wat dan? Nou, ook weer de huioi's, moet je daar weer bij denken. En de zonen van tu eme didaxantos. Dat zagen we hier ook al. Ton didaxanton me, is degene die mij heeft onderwezen. Dus om mijn zonen dat laten deelnemen en de zonen van degene die me heeft onderwezen. Is dus een hele familiaire band eigenlijk. Dus als een soort van tweede familie wordt het gezien, deze didaxa's. En wie nog meer wil die toelaten tot het onderwijs? Nou, de matetaisis, ook een dativus. De leerlingen van matetes is een leerling. Hier een dativus meervoud in Dionys matetaisi. Wat voor leerlingen? Nou, de syngegrammenois. De erbij geschreven leerlingen. Participium perfectum van syngrafo. Zie je hier nog syngrafo? Syngrafen was een contract. Syngrafo betekent erbij schrijven. Syngegrammenois is het participium daarvan. Erbij geschreven. Gewoon voltooid deelwoord eigenlijk. In het passief. De leerlingen die erbij geschreven zijn. Oftewel die ingeschreven zijn. Het kan ook medium zijn die zich ingeschreven hebben. Tekai horkismenois. Dat is dan, omdat het met een linker begint, krijg je geen verdubbeling, zoals hier. Gram. Maar heb je gewoon een verlenging weer. Een soort argument. Maar toch is het participium perfectum. Passief. Door een eed gebonden zijn. Degene die door een eed gebonden zijn. En dus die leerlingen. Waar zijn ze aan gebonden? Nou, aan de nomoi hiatrikoi. Aan de hiatrikos is de artsen en nomos is gewoonte. We zouden zeggen de artsencode of iets dergelijks. Deze datief is een bepaling bij horkismenois. Alloy de oedeni. Dus die wil hij allemaal toelaten tot zijn onderwijs. Maar geen andere. Maar niemand anders. Datief is van oedijs. Niemand. Goed, voor meer details moet je in de les zijn, denk ik. Maar dit is wat er grammaticaal staat. Tot de volgende keer.